In deze aflevering van Regisseur aan de Keukentafel praat Chris Keijnen met Julia von Gravenitsch over haar documentaire Jakja en de 222 afwijzingen. Julia, het ziet er een beetje uit, en dat bedoel ik op geen enkele manier denigrerend of zo, maar het ziet er een beetje guerrilla-achtig uit, zoals het af en toe gedraaid is. Is het zo ook Zo is het gebeurd? Ook gedraaid. Ja. Dat klopt, ja. Ja, nee, dat. In het begin heb ik nog wel met crew ook echt gedraaid. Hmm. Maar. Ja, weet je, het was. Jakja kwam regelmatig ook niet opdagen. Of het was soms maar voor een half uurtje draaien. Dat er een afspraak was of zo. Dus het was heel moeilijk te plannen en ook heel moeilijk. Zeg maar te regisseren, in die zin dat ik er een plan of een shot of het was gewoon, ik moest er zijn, ja. Ik moest het vangen op het moment dat het gebeurde. En heel vaak gebeurde er niet zoveel, soms gebeurde er opeens wel weer wat. Dus het was vooral een kwestie van er zijn. Maar als je geen crew had, dan draaide je? Dan ging ik zelf draaien, oh, ja. Okay. Ja. Ik heb dus inderdaad met een kleine camera overal in hoekjes erbij gestaan. Had je dat eerder gedaan? Nee, dit was voor deze film voor het eerst. Hmm. Dus het was voor mij ook een enorme uitdaging. Ja, ja, ja. Want hoe... je zegt al, ik kon dus niet een script maken. Het was pakken wat ik pakken kon. Hoe is het überhaupt tot stand gekomen dan, dit project? Eigenlijk is het anders begonnen dan hoe het geëindigd is. Ik wilde in eerste instantie een film maken over het werk van street corner work. En wilde een palet aan jongeren laten zien. En het zou me dan vooral gaan over hoe zij zeg maar echt door hands-on, achter die voordeur, heel dicht op die jongeren te gaan staan. Ze zeg maar weer in de samenleving terugkrijgen. Dus eigenlijk die beginscène. Dat, ja, daar dat begon soort het mee. Werk. Dat ja. soort werk. En daarna gaan ze natuurlijk wel met een heel traject ze weer op de rails krijgen. Mm-hmm. Maar ik had ook gedacht dat op de rails krijgen ook wel wat sneller zou lukken, zeg maar. Dus ik had ook bij Jakja, die was zeer gemotiveerd. Ik heb ook een heel aantal andere jongeren gefilmd die niet zo gemotiveerd, of waar problematiek veel ingewikkelder nog lag. En bij Jakja dacht ik van, die zit over een half jaar of zo wel weer ergens in een schoolbank. En dan is het een mooi succesverhaal, één van de lijntjes die we gaan filmen. Maar goed, dat is dus tot aldoende helemaal verschoven, dat plan, doordat het bij Jakja niet ging lukken. Mm. En ik maar door bleef filmen en dacht van, waar gaat dit nou eigenlijk naartoe? Wat is dit voor verhaal aan het worden? Dus het was oorspronkelijk niet de bedoeling dat hij de hoofdpersoon zou zijn? Nee, hij zou een van een aantal zijn. Ja. En, maar goed, alle anderen heb ik uiteindelijk laten sneuvelen, omdat hij eigenlijk zo verrassend laat zien hoe het niet functioneert in onze samenleving, vond ik dat veel belangrijker dan eigenlijk het verhaal van hoe street corner work, dat zit er wel in, hè, hoe zij hem helpen. Maar dat is niet op de voorgrond. Het gaat veel meer hoe hij overal tegenaan loopt en dingen niet lukken. Ja. Dat is uiteindelijk het verhaal geworden, maar daar moest ik zelf achterkomen. Ja, en dat werd wel al tijdens het draaien het verhaal? Je hebt op een gegeven moment echt gekozen voor hem? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk ongeveer op een derde of zo dat we van het verhaal wat je hebt gezien, heb ik besloten van we draaien het om. Ik moet nu helemaal op hem gaan zitten. Wist hij dat ook? Dat weet ik eigenlijk niet. Want aldoende was ik gewoon overal bij. En elke afspraak die hij had met Geoffrey was ik altijd bij. En hij vond dat ook prima. Hij stelde daar ook verder geen vragen over. Dus volgens mij hebben we pas achteraf van begin af aan ook prima dat je overal bij was. En ja, dat was echt wel bijzonder. Ja? Want ik maak wel langer al films met jongeren. En die vinden het toch, zijn ook best argwanend richting media en camera's. Ja. En dat begrijp ik ook. Ja, we zien zelfs één scène, dan film je van binnenuit een straatbeeld met jongeren die langskomen. Ja, gooit er eens een steentje. Ja, dat is vaste prik eigenlijk met jongeren op vintage straat. Vintage Amsterdam Nieuw-West. Ik wil, weet je wel, boos, negatief, ja. Maar deze jongen was dus anders. Ja, want die eerste scène, dat was ook de eerste keer dat wij hem ontmoet hebben. Ja. En was hij eigenlijk meteen prima. En toen was het nog wel met crew, dus ik was niet in mijn eentje, maar met de hele toeters en bellen. Ja. Mochten we binnenkomen en was het oké dat we filmden.
En nou, de keer erop was ik er ook met crew, maar toen was hij er niet. En toen dacht ik, nou, dat doen we maar even niet meer. Dat is een beetje kostbaar gaat het worden. Maar, dus, maar ja, daarna was ik wel steeds zelf met de camera. Ja, want nou ja, even over kostbaar gesproken. Je hebt hem twee jaar gevolgd. Ja. Dat is dus een kostbare film. Ja. Was daar geld voor? Nee. Nee, dat hebben we gewoon uit eigen zak bekostigd. Hmm. Ja, weet je, het was ook een beetje naast allerlei ander werk wat we aan het doen waren. Dan had ik soms een draaidag over en dan kon ik weer een paar uurtjes besteden aan deze film. Ja. En, en ook omdat je niet weet waar het naartoe gaat. Hè? Nee. Als je van tevoren zegt van nou, ik ga een film hier en hier over maken of zo, dan kan je daar ook nog wel fondsen voor krijgen. Of je kunt bij de omroep langs. En al die dingen kon ik nog niet. Want ik wist nog niet waar het naartoe ging. En het liep echt, nou, het was voor mij ook wel een moeizaam proces. Omdat ik gewoon steeds weer liepen dingen zo totaal anders dan dat ik dacht en gepland had. Want je krijgt ook van Joffrey, die street corner worker, zou ik maar zeggen, daar krijg je ook van, die is op een gegeven moment, en het verbaasde mij zelfs wel een beetje dat hij zijn moedeloosheid ook zo liet zien. Hij is op een gegeven moment totaal moedeloos. Ja. Dus dit was het voor hem dan ook zo verrassend dat dit zo moeizaam was? Twee kanten eigenlijk. Enerzijds is Yahya niet een bijzonder geval, gebeurt dit voor heel veel jongeren die moeilijk hun wegen zeg maar weer terug op de arbeidsmarkt en in de school krijgen. Aan de andere kant had hij het, omdat Yahya zo ontzettend gemotiveerd en enthousiast en leuk overkomt, had hij dat bij hem ook helemaal niet verwacht. Mm. Maar hij heeft natuurlijk ook jongeren die ook nog allerlei andere problemen hebben. Of ook gewoon heel veel weerstand of... Dus hij had eigenlijk ook gedacht wat jij ook dacht, dit wordt een eitje, die jongen hebben we zo. En dan, dus vandaar die teleurstelling. Ja, precies. Er zit bij Yahya ook voortdurend schemert er een hele andere wereld doorheen. Een heel tweede verhaal. Ja. En hij vertelt daar ook best open over. Is dat niet link voor hem eigenlijk om daarover te vertellen? Nou, daar heb ik natuurlijk over nagedacht, want ik voel wel verantwoordelijkheid naar hem toe. Hij vertelt er heel open over. Hij vertelt sowieso is hij heel open en eerlijk heeft hij niet zoveel te verbergen. Dat vind ik ook wel zijn charme. Hè. Dat maakt hem ook zo leuk, vind ik. Dat hij heel, hij is wie hij is. Hij vertelt het, maar hij vertelt het niet. Hij noemt geen naam, hij noemt geen toenaam. Het is in die zin niet, denk ik, niet gevaarlijk voor hem. Anders had ik het ook niet erin gedaan. Nee, heb je niet de neiging gehad om te proberen dat ook meer in beeld te brengen? Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, maar... Nou ja, kijk, op zich heeft hij natuurlijk in dit traject heeft hij afstand. Vanaf het moment dat ik hem gevolgd heb, heeft hij echt afstand genomen van die wereld. En wil hij daar echt liever niet meer in terechtkomen. Mm. Maar het zit wel in zijn hoofd van het is wat hij ook zegt, hè, die andere wereld is eigenlijk zo makkelijk. Ja. En deze wereld blijkt zo ontzettend moeilijk. Ja. Ja. Weet jij wat hij allemaal... ken jij dat tweede leven van hem? Ik heb er veel meer met hem over gesproken dan wat er in de film zit natuurlijk. Ja. Dus ik weet het wel een beetje. Ja. 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 Heb je sowieso later pas besloten, want het spitst zich nu heel erg toe op dat werkverhaal. Ja. En er zitten natuurlijk allemaal andere verhaaltjes. Nou, dit is er één, maar die gezinssituatie zou ook een andere kunnen zijn. Op een gegeven moment één keer komen zijn zuster en zijn broers aan de orde. Heb je ook overwogen om dat meer in beeld te brengen? Of? Ja, dat wilden ze niet. Dus hij is de jongste van het gezin. En de oudere kinderen, die hebben ook allemaal hun levens en hun situaties. Dus die wilden niet in beeld. Die waren oké met dat ik hem filmde. Ja. Dat moet hij zelf weten. En moeder ook. Maar nee, zij wilden zelf niet. Dus als ik bij hun thuis kwam, dan was het ook wel dat zij er niet waren. Dus dit verhaal distilleerde zich eigenlijk vanzelf uit. Ja. Ja. Want ik vroeg me ook af, op een gegeven moment heeft hij dan de mogelijkheid om bij dat Canal Company, dat botenbedrijf, Botenopknapbedrijf te werken. En
Voor, als ik het goed begrepen heb, dan mocht dat weer niet van zijn begeleiders, want het voldeed niet aan de normen of zo. Nou, ja, dat is, ja. Het zit heel ingewikkeld in elkaar. Ja, dat was me duidelijk, want ik begreep het niet helemaal. Nee, en dat is niet zo gek. Maar ik heb dat dan maar toch een beetje in het midden gelaten, omdat het zo complex is. Je moet dan zoveel uitleggen over hoe dat in Nederland is opgebouwd. We hebben dus in Nederland kenniscentra die bedrijven moeten keuren of ze wel leerwerkplek mogen zijn. Ja. Dus die komen dan langs als je dan, als zij zeggen van we willen wel een jongen hieronder begeleiden en opleiden, mee opleiden. Die komen dan langs om te kijken of dat deugt en of het een goede plek is. Ja. Nou, en in dit geval hebben ze het dus inderdaad afgewezen. Naar mijn gevoel is dat een hele grote fout geweest. Ja. Had dat nooit mogen gebeuren. Nee, want het was, ik bedoel, had hem de vloer laten vegen. Gewoon voor hem om weer in het gareel te komen, om op tijd te komen, om in zo'n systeem te functioneren met een baas. En gewoon aan de slag, wat je ook maar moet doen, weet je wel. Laat maar gewoon aan de slag gaan. Ja. Nou ja, dat was echt heel suf. En dus had ik op dat moment wel willen horen van die mensen die die beslissing hebben genomen, waarom ze die beslissing hebben genomen. Oh, dat soort dingen, heb je dat overwogen? Ja, nee, heb ik niet. Nee, voor ons was op dat moment zijn teleurstelling was belangrijker en zijn... ik kan het me eigenlijk wel indenken waarom ze dat... Want het is natuurlijk, hij wil lasser worden en dat lassen is daar maar minimaal. En vloervegen, dat vinden ze dan niet voldoende. Om voor een lasopleiding. Ja, maar het is een hele formele benadering natuurlijk. Ja, maar zo zit het dus in elkaar. Ja. Nee, want dat is ook wel een beetje mijn kritiek hoor. Dat ik zeg, ik vind dat vooral aan die onderkant, dat niveau 1, niveau 2. Ja. Daar zitten zo ontzettend veel jongeren die gewoon niet, eigenlijk helemaal niet kiezen voor een vak. Maar eigenlijk gewoon diploma willen. Net als Jagja. Dat lassen is eigenlijk ook gewoon maar, weet je wel. Bedenkt hij op een gegeven moment omdat hij iets moet bedenken. En hij wil geld verdienen. En hij wil gewoon geld verdienen. Hij wil gewoon, wat hij ook zegt, hij wil een huis. Hij wil gewoon net als wij alle kunnen functioneren in de samenleving. Ja, daar moet je dus ook een baan voor hebben. En dan moet je dus ook een vak. Maar dat heeft geen idee. Nee. En daar wordt dan een soort werkelijkheid opgelegd met regeltjes. Ja, dan gaan we dus, oké, jij wil dat? Nou, dan gaan we beginnen met al onze regeltjes. En dan gaan we dan helemaal in een soort van hokjes en systemen en daar gaat het dan dus mis. Ja. En gaat het daar vooral mis? Want er zit ook één scène, dat vond ik qua montage echt heel goed gedaan. Dat hij even aan de telefoon zegt, mijn naam is Jagja. Mm. En dan, doe je niet voor niks natuurlijk. Nee, want zit daar het probleem ook? Mijn naam is Jagja. Ja, tuurlijk. En dan daar zit het ook. Ja. Hoeft het al niet meer? Niet voor niks zijn de jongeren van Marokkaanse afkomst hebben een veel hoger werkeloosheidscijfer dan van niet-Marokkaanse afkomst. Ja. Daar hebben we natuurlijk in onze samenleving een stigma of een negatieve beeldvorming gecreëerd rond die groep. Waardoor ze nog moeilijker aan de slag komen. Ja. Ben je dat meer tegengekomen dan alleen in die, ik geloof dat het op een gegeven moment 198 telefoontjes en bezoeken waren. Ja. Is dat waar je tegenkwam of ben je ook bij ontmoetingen geweest, bij bedrijven waar je dat echt zag? Nee, het is vooral de dichte deuren. En inderdaad, het verbaasde mij ook dat hij inderdaad vaak zijn naam nog een keer moet herhalen. Terwijl als ik bel, is het meestal dat ze op de inhoud ingaan. En als ze dan geïnteresseerd zijn, dan moet ik mijn naam nog een keertje spellen aan de afloop van het gesprek. Maar meestal niet aan het begin. Hmm. En bij hem wordt er toch regelmatig aan het begin al meteen gevraagd. Wie? Wat? Want die film zit er ook in natuurlijk, hè? Dat je dan naar zo'n man toe gaat en zegt van, waarom komt deze jongen überhaupt niet? Ja, ik ben natuurlijk, in die zin had er ook een soort Zembla-achtige uitzending van kunnen maken. Ja. Dat het veel meer onderzoeksjournalistiek, echt veel meer dat ik er zelf een beetje agressiever bovenop zou hebben gezeten, zeg maar. Hmm. Dat wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde meer de beschouwer zijn, dicht bij hem komen, hem een gezicht geven en een... Dat je hem ook wel begrijpt en niet zozeer dat je vanuit hem kijkt naar hoe zit dit allemaal. Ja. Eigenlijk een beetje toch ook die naïviteit van wat moet ik nu? En wie geeft me nu een kans? Ja. En dan is zo'n scène in de auto waar hij echt... Helemaal er doorheen zit, Dat is voor de maker dan een cadeautje, of dat niet? Dat is een cadeautje, Nou, voor hem natuurlijk helemaal niet. Dat was echt op dat moment... Ging alles mis, was het gewoon helemaal totale moedeloosheid. Ja,
Ja. Ja, nou ja, dat realiseer je als maker als je daar zit van, nou, dit is een cruciale scène aan het worden. Ja. Ja. Ja, want heb je er, ben je lang aan het monteren geweest? Ik bedoel, was het moeilijk om dit verhaal eruit te halen? Ja, ja, ik vond het heel erg lastig. Ik had op zich al redelijk snel alle zeg maar, lijntjes die ik gedurende dat maken gevolgd had, die niet nodig waren. Dus die andere jongeren, waar ik ook heel veel van gefilmd heb, kon ik allemaal snel weggooien. Maar waar ik heel erg tegenaan liep, is dat het zo dat zeg maar, ons soort mensen die eigenlijk dit soort jongeren, en dan heb ik het niet over dit soort Marokkaanse jongeren, maar dit soort jongeren aan de onderkant van dit onderwijssysteem, die kennen we eigenlijk niet goed. En we kennen ook dat onderwijssysteem niet heel goed. Dus daar kreeg ik constant heel erg veel vragen over van, nou, maar waarom gaat hij niet gewoon, hij kan toch gewoon zijn VMBO weer afmaken of hij kan toch gewoon ergens in een schoolbank gaan zitten. Hoezo lukt het hem niet? En hoezo moet hij dan eerst een stageplek? En ja, het is geen stageplek, het is echt een werkplek. Ja, de werkgever moet dus ook echt flink betalen daarvoor. Ja. Ik voelde ook heel veel weerstand van mensen. Bijna irritant dat niet lukt, hè? Dan zal er wel iets mis met hem zijn of zo. Want hoe representatief is hij voor de groep 122.000 waar je mee begint met dat cijfer? Ja, nou, dat vind ik altijd heel lastig te zeggen. Hij kan wel namens de groep spreken in de zin van dat hij een voortijdig schoolverlater is die zonder diploma's weer terug die arbeidsmarkt en die school in moet. Dat dus ontzettend lastig is voor heel veel jongeren. En dan komt mevrouw Ellison van Dam ook nog eens op de poppen. Dat was echt ook, daar had ik als maker, had ik eigenlijk namelijk daarvoor al besloten van het is allemaal niet gelukt. Ik moet nu langzamerhand richting een einde. Dan wordt de film nu maar gewoon, want ik had toch steeds een beetje de hoop dat ik aan het eind van de film een positief verhaal kon. Toch uiteindelijk zo'n Canon Company of wie dan ook, iemand die hem ergens uit de modder trekt en zegt van oké, kom maar op. Want ja, je gunt het hem gewoon heel erg. Maar ik had op een gegeven moment besloten van het lukt niet, dan is dat het verhaal. En toen ontstond er opeens weer ergens hoop, namelijk die mevrouw van Dams. En ik had meteen al het gevoel van dat deugt niet. Dat klopt iets niet. Hoe kan die mevrouw, die geen enkele ervaring heeft in de techniek, geen enkele ervaring met dit soort jongeren, die heeft zelf bij allerlei grote bedrijven recruitment gedaan en sales en weet ik het. En die gaat nu hoop creëren voor deze jongeren. Is natuurlijk mooi. En voor hem was het op dat moment helemaal, eindelijk iemand die iets positiefs voor me doet. Ik had dat gevoel, dit deugt niet. Het klopt iets niet. Dit kan niet waar zijn. Dus ik had als maker ook het gevoel van, nou, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ook nog weer, weet je wel. Ik was eigenlijk al klaar mee. Maar ben ik toen toch maar weer gaan filmen. Dat je bijna als maker denkt, nou, als zij nou degene is die het hem redt, wil ik dat bijna wel laten zien, weet je wel. Wegverhaal, nee hoor. Nee. Maar goed, dat liep natuurlijk ook niet goed af. Dat het verhaal mooier en schrijnender werd. Ja, nog schrijnender. Ja. 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 Over schrijnend gesproken en mooi, het eindigt ongebruikelijk. Ja. Voor een zeer ongebruikelijk journalistiek product, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, als je het zo moet noemen, maar dat is natuurlijk op een bepaalde manier ook. Dat jullie hem willen helpen, dat begrijp ik. Maar je kan ook weer niet iedereen waar je film over maakt helpen. Nee. Dus het is ook in die zin niet de oplossing. Is in die zin niet een Dus waarom zit inhoudelijk... het in de film? Ik heb daar ook heel erg mee geworsteld. Want ik wil ook als maker helemaal niet op de voorgrond of onszelf nou in de picture zetten of zo. Het zit in de film. Daar heb ik een heel gesprek met de eindredactie van Document gehad. Ja. Moet het nou wel of niet? En zij zei van het is toch enerzijds fijn om toch een goed gevoel aan het einde te hebben. Want je gaat zo van hem houden. Aan de andere kant is het ook wel nog schrijnender van juist, als dan die gekke filmmakers dat dan maar is. Doen als die dan de enige zijn die het doen. Ja, dat kan toch niet? Dan is er iets, dan klopt er iets niet. Dus wel hebben ze me overtuigd. Ik dacht, helemaal aan het einde vind ik het dan ook, laten we dat dan maar zitten. Dan vertellen we dat. Dus hoe gaat het nu met hem?
Nou, met vallen en opstaan. Hij is bezig met zijn mbo-diploma. Het is niet makkelijk. Nee. Dus, hij heeft natuurlijk echt heel erg lang in heel andere, ja, zeg maar, thuis gezeten. Ja. Dus op tijd komen, werk afmaken, plannen, agenda bijhouden. Met allerlei mensen afspraken kunnen maken over zijn werk. En vindt hij heel erg lastig. Ja. Ja. Maar hij werkt nog wel bij jullie? Hij werkt nog bij ons, ja. Okay. Ja. Nou, heeft in ieder geval iets opgeleverd. Ja. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft.